Hallo iedereen en welkom bij Wim Speelt. En vandaag speel ik Deadly Prophets. Ik weet niet of het een woordspeling is op prophets, als in profeten, maar we zullen wel zien wat dat voor een spel is. Wat? Klik de portal to select random dungeons to play. Klik de chest to store items. The player is dash. Ik vermoed niet dat we nu al iets hebben. Nee, voilà, dat dacht ik al. Spells. Oh. Character. Click the shopkeeper to purchase equipment. Dit staat serieus in de weg. Cost 0. 250. Hebben wij iets? Waar zien we ons geld? Sell. We hebben niks om te verkopen. We zullen beginnen met. We zullen campaign doen. Hè. Dat is misschien het beste. Een level 1 dungeon. Play dungeon select the skull on the map. Ja. En dan klik. Play selected dungeon. Ah, oké. Okay. Dubbelklik werkt het dus niet. Being higher level than the dungeon you attempt will give you a significant advantage. Well, no shit, Sherlock! You can gain access to a new spell every level. We hoorden al wat. Oh, het is first person. Oké. Okay. Ah! F om te looten. Oké. Okay. Loot gold. Hoe ga ik terug? F. Oké, die heeft niks. Ik hoor van alle gebarbel. Kan ik dat oppakken? Ork. Ork is dood. Giant beetle. Ze zijn dood. Wat is dat? Waarom kan ik niet zien wat dat is als ik erop sta? Moet ik dat eerst in mijn inventory doen of hè? Scuffed and scattered soul essence orb. Oké. En wat doet dat? Het is nog niet zo slecht als de gemiddelde. Ah! Character level increased, oké. Dit is niet zo slecht als de gemiddelde Unity game. Dat kan ik wel zeggen. Maar. Oké, die heeft geen loot. Good mooten. Wat doet dat dan? Oh, dat is geen mana vial. Oké. Okay. I get it. Goblin en. Ik ben altijd te laat om te lezen wat dat eigenlijk is. Een barquest? We zullen dan maar een barquest doen. Oké, ik heb hier allemaal shit en ik heb geen idee wat dat allemaal doet. Loot gold. Centaur. Het is niet moeilijk. Want. Ik word bijna niet geraakt. Ik kan met volle overtuiging zeggen dat dit spel eigenlijk niet slecht is. Allee, het draait redelijk goed. De animaties zijn nog. Savaar, ik heb al veel erger gezien. Ik heb wel geen idee waar de geluiden vandaan komen. Er is niet echt een stereo effect. Dus ik hoor gewoon in het algemeen lawaai. En zoals ik zei, is het wel redelijk donker. Ah! Een nieuw spel is available on my skill tree, of wat zei het? Ik heb het niet kunnen lezen. Hier ze, een bisschoppen moet ik. Craft. Heb ik dat dan op? Nee, wat is dat? Ah, hier. Equip. Aha!
Kan ik mijn personage zien? Je kunt springen, maar het plafond is erg laag. Dan gebeurt dit. Poep, 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 poep. In tegenstelling tot de andere spel, Galactic Hitman, heb ik hier eigenlijk wel feedback van wat vijanden doen en of ik ze raak of niet. Ze hebben maar één hit nodig en ze zijn dood. En... Oh, ik kan die magic besturen, kijk. Oh, dat wist ik niet, dat is wel niet. Kijk. Oh, dat is niet slecht. Ik denk dat dit het einde van de dungeon is. Dus we gaan eens kijken. Oh, ja, inderdaad, hij is aan het laden. Ah, nu zijn we in een volgende dungeon. Oké. Kan ik? Kan ik eigenlijk teruggaan naar de... Kan ik eigenlijk teruggaan naar de gewone wereld? Oh, een baas! Oké, die had al wat meer hits nodig. Die kunnen we ook looten. Die heeft van alles bij. En 19 gold. Tadaa! Ik kan eigenlijk niet zo heel veel slecht over dat spel zeggen. Het is niet de beste dungeon crawler die er is. De layout is misschien wel simplistisch en het is wel zoeken wat dat wat is. Om de een of andere reden, als ik op de shopkeeper klik, opent mijn characterscherm ook. En dat is een beetje verwarrend, waarom dat dit hier nu ook open staat. Een aantal details die wel lastig zijn, zoals ja, je moet op alles klikken voordat je ziet wat dat ze kosten. Als je items loot, ziet je niet direct wat die items zijn, maar moet je die eerst in je inventory steken en dan kun je in je inventory kijken wat dat ze doen. Maar op zijn minst kun je dat doen. Ik heb al veel ergere Unity games gezien en ik denk... Op dit moment kost dit spel 50 cent en normaal gezien is het 2 euro. En ik denk dat dat de prijs waard is. Het was zelfs redelijk leuk om te spelen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Galactic Hitman, waarbij ik bijna geen feedback had. En het 27 hits... In tegenstelling tot bijvoorbeeld Galactic Hitman, waarbij dat ik nagenoeg geen feedback had. En ik 27 keer op een vijand moest schieten voordat hij doodging. Hier zie ik dat tenminste wel. Hier zie ik tenminste wat ik moet doen. En... Eén hit is voldoende. Wat ik ook heel leuk vind is het feit dat als je je spel afschiet, je nog met je muis kunt richten. Als je denkt, oh hij beweegt, ik ga ernaast schieten, dan mikt je gewoon naar waar dat de vijand op dat moment is. En je spel gaat er naartoe. Dus ik denk eigenlijk zelfs dat ik dit spel kan aanraden. Zeker als het maar op dit moment 50 cent is en er nog wat trading cards van komen. En als je die dan nog verkoopt, dan heb je dat spel misschien gekocht voor 30 cent ofzo. De visuals zijn sava, de animaties ook. Ik heb al veel slechter gezien, dus ik denk dat mijn maatstaf ook wel redelijk laag ligt. Maar dat gezegd zijnde, is er niks mis mee. Ik zie wat WAV moet voorstellen. Ik zie duidelijk dat er dingen in beweging zijn. De audio is niet... de audio is niet 100% wat het zou moeten zijn. Maar ik denk... Het is een heel eenvoudige game en als je... Hoe je daarbij kunt neerleggen, denk ik dat je wel wat plezier uit dat spel kunt halen. Daarom misschien nog geen uren of dagen, maar ik denk, ja... Ik kan dat spel niet afraden.